De aanleiding voor dit webinar is eigenlijk een beetje ook persoonlijk met wat er afgelopen weken met mij gebeurde. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ja, als we een beetje zo terugkijken, hè, we hebben al heel veel met elkaar meegemaakt de afgelopen weken. En als ik terugkijk, dan zie ik eigenlijk dat we, toen we begonnen met deze webinars, iedereen was eigenlijk behoorlijk in shock. En het was zo iets vreemds wat er gebeurde. Het was zo nieuw voor ons allemaal. En we kregen te maken met allerlei regels en dingen waarvan we allemaal nog dachten van nou, dat doen we wel even, weet je wel. We hadden allemaal nog het idee van nou, het duurt een paar weken en is het klaar. En we deden dat ook allemaal heel erg graag. We gingen allemaal graag binnen zitten, anderhalve meter afstand houden, alles online gaan doen. Dat hebben we allemaal met heel veel liefde gedaan. En we volgden alles op de voet om te kijken van hoe gaat het. En ja, we waren natuurlijk ook heel erg bezorgd over iedereen en of het allemaal wel goed zou gaan. En op een gegeven moment kwamen er een aantal termen langs. En een van die termen was op een gegeven moment natuurlijk de anderhalve meter samenleving. En ik herinner me nog goed dat toen dat gezegd werd en dat mensen zeiden van, nou, zo gaat onze toekomst eruit zien. Ah, dacht ik nog, nou, dat zullen we dan allemaal nog wel zien. Want dat is natuurlijk gek en raar. We gaan niet voortdurend anderhalve meter afstand van elkaar houden. Dus ja, dat was voor mij was dat eigenlijk een beetje ver van mijn bedshow. Maar dat was één ding, die anderhalve samenleving. En er waren meer begrippen. Het nieuwe normaal. Ik kreeg opeens ook het nieuwe normaal te horen. Nieuwe woorden zoals huidhonger. Hè, dat op een gegeven moment toch heel belangrijk werd om wel mensen te kunnen zien. En de afgelopen weken hebben we steeds meer gezien dat op het moment als er gevaar dreigt. En als er iets is wat zo overweldigend is voor ons, wat zo heftig is, dan is het eigenlijk heel natuurlijk voor mensen om dan ook alles te willen doen om dat gevaar maar te kunnen controleren. Dus het kostte denk ik voor veel van ons en ook voor mij weinig moeite om me aan al die regels te houden. Want het was duidelijk, er was een gevaar. En daarvoor deden we het allemaal. En langzamerhand zagen we op het journaal dat de IC's leger en leger raakten. Gelukkig steeds minder mensen per dag die overleden aan het virus. Steeds minder mensen per dag die opgenomen werden. En eigenlijk zijn we de afgelopen weken in een situatie waarin het gevaar behoorlijk onder controle is. Maar toen gebeurde er iets bijzonders, want toen kregen we het volgende. En dat is namelijk dat er steeds gesproken werd over de tweede golf. En het voorkomen van de tweede golf. Want dan zouden we het allemaal niet meer aankunnen. En dan, nou. En toen ik dat zo bekeek, toen dacht ik van, ja, weet je, ik begrijp het heel goed. En het is natuurlijk, moeten we ervoor zorgen dat er geen tweede golf komt. Maar het deed mij ergens aan denken. En waar het mij aan deed denken was, is dat ik heb heel veel mensen in de praktijk die natuurlijk last van angst hebben. Heel veel verschillende soorten angst. Maar in angst zit een bepaald systeem, een bepaald mechanisme. En dat mechanisme gaat als volgt. Mensen ervaren iets wat heel erg ernstig is, wat heftig is en waardoor je ongelooflijk schrikt. Als je dat één keer ervaren hebt, dan wil je natuurlijk voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Soms hebben mensen een heftige ervaring en daarna zakt het af en kunnen ze het verwerken en voelen ze zich eigenlijk wel weer oké. Maar veel vaker gebeurt het, en dan denk ik bijvoorbeeld aan mensen die een paniekaanval krijgen. Mensen krijgen een paniekaanval. Ze krijgen een paniekaanval in de auto. Nou, wat gebeurt er? Het is één keer gebeurd. En de volgende keer denken ze, oh mijn god, als ik nu weer de auto inga. Wat als ik weer paniek krijg? Wat als het weer gaat gebeuren? Of mensen die angst hebben in de supermarkt. Ze hebben het één keer in de supermarkt meegemaakt. Elke keer als ze weer naar de supermarkt gaan, denken ze, oh help, wat als het weer gebeurt? Op die manier ontwikkel je een soort angst voor de angst.
Het is een heel logisch mechanisme. En iedereen die met angst te maken heeft, die kent dat mechanisme. En ik had op een gegeven moment een beetje dat gevoel van dat we nu in deze fase komen. Eigenlijk is het echte gevaar op dit moment geweken, maar nu komt er de angst voor de herhaling. Wat als het nog een keer gaat gebeuren? En wat gebeurt er dan? Want het is logisch, de zorg moet dat aankunnen, we moeten dat allemaal aankunnen. Dat is ook heel erg waar. Maar we zijn dus nu bezig met maatregelen. En het is een beetje de angst voor de angst. Een paar weken geleden, toen kreeg ik opeens de geest. Ik hoorde allerlei verhalen van mensen over. Laat ik het zo zeggen. De mensen begonnen een beetje wakker te worden. Mensen begonnen een beetje allemaal wakker te worden. Omdat op het moment, als er dus zoiets overweldigends is, en je kunt eigenlijk niks anders dan je gewoon maar stilhouden, en dat is wat we allemaal gedaan hebben, dat is ook een heel natuurlijk mechanisme. Dat als er gevaar is, dat je terug gaat trekken, in je holletje gaat zitten, je gaat je stilhouden. Maar als het gevaar geweken is, dan willen mensen weer naar buiten komen. Dan wil je weer uit je holletje komen en naar dingen kijken. En de afgelopen weken waren er allerlei nieuwe geluiden. Mensen die zeiden van, oh, maar wat zijn nu eigenlijk de gevolgen als we die anderhalve meter samenleving gaan doen? Is het eigenlijk wel nodig, die anderhalve meter samenleving? Er waren allemaal verschillende invalshoeken die er eerder niet waren, toen dat gevaar zo groot was en we met z'n allen in ons holletje gingen zitten. En op basis daarvan heb ik toen ook een blog geschreven over die anderhalve meter samenleving, waar ik me zorgen over maak, wat de gevolgen kunnen zijn. En toen ik dat blog geschreven had, en ik had het klaargemaakt voor jullie ook in de nieuwsbrief, toen moest ik het gaan posten. En nou, dat is nu ruim een week geleden. En ik merkte dat ik het best spannend vond om dat blog te gaan posten. Ik dacht van, ik ga nu eigenlijk tegen de regels in. Ik heb heel veel reacties gekregen op dat blog. Heel veel reacties. Meer dan dat ik ooit op een blog gekregen heb. En daar waren ook een paar negatieve reacties bij. Dat was zeker zo. Maar de meeste waren positief. Nou kan het zijn dat er meer mensen misschien een negatieve reactie daarop hadden die me dat niet hebben laten horen. Maar eigenlijk heb ik met dat blog, en ik ben nooit zo tegen de regels in. Ik ben meestal heel braaf. Maar eigenlijk heb ik met dat blog iets willen openen. Willen kijken van, jongens, als we nu eens even heel reëel gaan kijken van, hoe gaat onze toekomst eruit zien en wat gebeurt er nu? Dus heel veel mensen die waren blij dat ik me uitsprak daarover. Maar waar ik mij het meeste zorgen om maakte, was dat toen ik het ging posten, dat ik letterlijk bang was dat de overheid, Facebook of LinkedIn, mijn blog zou weghalen, mijn post zou weghalen. Dat ik commentaar zou krijgen. En dat ik dat idee kreeg en daar een beetje huiverig voor was, dat vond ik, dat had ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. En toen dacht ik van, wacht even, ja, het lijkt wel alsof er, doordat we zo lang alles, alle regels hebben gevolgd en er geen enkel tegengeluid meer was, een soort van gevoel van, mag ik nog wel mijn mening geven? Nadat ik dat blog had gepost, heb ik ook een beetje contact ook met mijn familie. Een van de mensen die daar gelijk van op de achterspoot ging staan, waren mijn zussen. En dat vond ik ook heel confronterend, omdat ik merkte van, oh wacht even, als je dus nu een beetje afwijkende mening hebt, hè, iedereen mag natuurlijk zijn eigen mening hebben, is dit wel een heel heftig moment om met elkaar van mening te verschillen. En het was echt, laat ik het zeggen, dat ik dacht van, oh jee, ik moet ervoor waken dat ik nu niet ruzie ga krijgen. Heel toevallig had ik gisteren een van mijn oudste vrienden aan de lijn en die vertelde mij exact hetzelfde. Dat hij met zijn zus aan de telefoon had gezeten en ook over alle maatregelen en wat je er nou van vindt. En dat ze ook in een soort van discussie terechtkwamen en dat hij dacht, laat ik maar niks zeggen. Nou, dat gevoel van laat ik maar niks zeggen of kan ik wel mijn mening uiten? We worden op dit moment ongelooflijk in onze vrijheid beperkt over wat we wel en niet kunnen. Er worden ons dingen
opgelegd door de overheid. En begrijp me goed, er zijn echt maatregelen die nodig zijn. Hè? Dat is heel belangrijk. Maar er worden ons dingen opgelegd en ja, dat doet iets met ons. We kunnen niet meer helemaal ons vrij voelen om te bewegen. En als we ons niet meer vrij voelen om te zeggen wat we denken, dan wordt het natuurlijk wel een beetje gevaarlijk, vind ik. Dus het leek mij een goed onderwerp voor vandaag. En ik denk dat er meerdere van jullie dit misschien ook meegemaakt hebben of herkennen. Dus het gaat eigenlijk een beetje over hoe vrij zijn we nog of hoe onvrij voelen we ons op dit moment. En durven we nog wel een andere mening te hebben of onze mening te geven. Nou, dus daar gaan we vandaag met de EFT mee aan de slag. En ik heb een collega uitgenodigd vandaag, omdat het altijd fijn is om een oefening samen te doen. En jullie kunnen het dan meedoen. En vandaag heb ik Hattie. Hattie, die is onlangs gecertificeerd als EFT-therapeut. En ik vind het heel fijn dat zij met mij de oefening mee wil doen. Die oefening, ga ik straks alleen een stukje van de oefening posten online. De rest van het hele webinar ga ik niet posten. Ook niet als we straks nog eventjes met elkaar van gedachten wisselen. Na afloop, dat doen we ook altijd. Dus dat betekent dat als je nog iets wilt delen of zo, dat is dan alleen voor de deelnemers van het webinar. En dat ga ik nergens verder naar buiten brengen. Oké, dus Hattie, ik ga jou even kijken hoe... Oh, dat moet ik anders doen. Of ik jou... ik ga jouw geluid even aanzetten. Oké. Ja, kan ik mij horen? Ik kan jou horen. Goed zo. Oké, en dan ga ik eventjes... Moet ik hier nog een instellingtje doen? Oké. En dan kijk ik even. Oh ja, we zitten in webinar. Dus als je in meeting zit, heb je altijd zo leuk van die twee dingetjes naast elkaar. Maar dat hebben we nu geloof ik niet. Nee. Oké. Voor de zekerheid, als je echt niet wil dat je in beeld komt, kun je je camera nog eventjes uitzetten voor degene die dat willen. Oké. Goed, Hattie, welkom. Ja, dankjewel. Ja, we hebben een beetje voorbesproken over het onderwerp van vandaag. En ik was blij dat jij je er ook helemaal in kon vinden. Dat jij daar ook een soort van een gevoel bij had. Dus hoe is dat voor jou als we het hebben over vrijheid, je mening uiten, voel je daarin beperkt of niet? Wat heb je daarin ervaren? Ja, ik vind het, laat ik beginnen met dat ik het een bijzondere tijd vind. Ik vind hem intens en zeker ook pittig. Mm-hmm. Zeker met de tijd vordert. En als we echt concreet hebben over vrijheid, dat is iets wat voor mij altijd heel belangrijk is geweest. Mogen denken wat ik denk, mogen uitspreken, mijn mening mogen vertellen. Dat is ons echt ons grootste goed. Er zijn landen waar dat allemaal niet mag. En mijn besef was eigenlijk altijd al heel vroeg hoe belangrijk vrijheid is. Dus ja, het komt mij heel rauw op mijn bordje. En toen je met mij sprak over jouw blog posten en toen je me vertelde over wat het met jou deed, dat raakte zo alles in hoe ik het ook ervaar. Ik ben heel actief op social media, maar ja, toch vind ik het heel ingewikkeld en lastig. En ben ik er dus angstig voor om dingen te posten omtrent corona, omtrent de maatregelen, omtrent de vrijheid die ons toch stukje bij stukje wordt afgenomen. En dat vind ik echt ingewikkeld. Ik worstel daar wel mee, ja. Oké, dus dat is eigenlijk, zeg je, een heel concreet voorbeeld, hè? Dat je dingen wil posten en dat je daarin merkt van dat je daar niet vrij in voelt. Ja, absoluut, ja. En hoe komt het dan dat je daar niet vrij in voelt? Heb je dan zo'n andere mening of over wat voor soort dingen gaat dat dan? Nee, ik denk niet dat ik zo'n heel andere mening heb. Ik denk dat ik de taal van heel veel Nederlanders spreek. Mm-hmm.
Maar de waarschuwingen die je om je heen, zeg maar, met grote leaders, die dus wel dingen naar buiten brengen en die dan worden gewaarschuwd of meteen worden gecensureerd. Filmpjes die van YouTube worden afgehaald, mensen die worden van Facebook afgehaald. Nou, dat vind ik nogal wat. Dat jaagt me echt angst aan. En ja, dat is niet wat ik wil. Ik wil wel heel graag verkondigen, maar ten koste van wat dan, hè? Ja, ja. En dat vind ik ingewikkeld, want ik ben op zich ook niet, zeg maar, laf. Ik durf best wel wat uit te spreken, maar toch merk ik dat ik me inhoud. Ja, ja. Om die maatregelen, doordat je dus echt niet mag zeggen, hè, wat je denkt. Want ja, het wordt niet geaccepteerd. Het wordt niet getolereerd en er wordt meteen grof ingezet. En dat heb ik meerdere malen voorbij zien komen. Oké, en dat heb je voorbij zien komen bij anderen of heb je dat zelf ook ervaren? Nee, bij anderen, want ja, wat ik zei, er zijn subtiele dingen die ik dan wel durf te posten, hè, die dan wel langer zeg maar, draaien en die ook blijven draaien. Zoals bijvoorbeeld een filmpje van Maurice de Hond of zo, die gaat nu al een tijdje rond en dat gaat dan goed. Maar andere dingen die ik ook heel graag zou willen delen, die, ja, ik ga het toch maar niet doen. Ja. En als ik iets deel, wil ik daar ook graag altijd wat bij vertellen, zeg maar. Dus mijn mening daarover. Niet klakkeloos dingen delen, maar ook dat stuk. Als ik dat dan niet erbij kan doen, ja, dan stopt het ergens voor mij. En dat kan ik gewoon niet doen. Dat. Ja, 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 ja. Oké, nou, laten we eens kijken of we hiermee aan de slag kunnen gaan. En het is natuurlijk fijn als iedereen deze oefening mee kan gaan doen. En dat betekent dat ik jullie allemaal wil uitnodigen om te denken aan een moment, een situatie. En het hoeft niet hetzelfde te zijn als wat Hattie heeft verteld over haar angst om dingen te posten, bang dat dingen weggehaald worden. Het kan ook iets anders zijn waardoor je het gevoel hebt dat je in je vrijheid beperkt bent op dit moment. Of dat je mening die durft te geven over iets dat je denkt van, nou weet je wat, ik blijf nog maar lekker even in mijn holletje zitten. En ik ben te bang dat er over me heen gevallen gaat worden. Dus neem even de tijd om aan zo'n specifieke situatie te denken voor jezelf. En Hattie, ik wil je ook uitnodigen om even je ogen dicht te doen. En je voor te stellen dat je iets zou willen posten. Misschien heb je nog ergens iets in gedachten wat je eigenlijk graag had willen posten, wat je niet gedaan hebt. Dus als je daaraan denkt, aan datgene wat je eigenlijk zou willen posten, maar niet hebt gedaan. En kijk dan eens, wat voel je? Welke emoties komen er in je op? Waar voel je spanning in je lichaam? En welke gedachten heb je daarbij? Ja, ik merk dat ik vooral heel erg op mijn borst en toch ook wel op mijn maag, in mijn maaggebied. Alsof er een knoop in mijn maag zit. Ja. En op mijn borst echt druk. Maar ook boosheid. Ik voel echt wel boosheid ook. Boosheid, knoop in je maag? Ja. Ja. Oké. En als je een cijfer zou moeten geven aan dit gevoel, op de schaal van 0 tot 10. 0 is ik voel niks, 10 erger kan niet. Ja, nou dan zou ik wel gaan voor een 7 of een 8. Ja. 7 of een 8. Oké, dus het is ook voor iedereen goed om even te kijken hoe intens zijn de emoties die je voelt en die je ervaart. En als we zo direct, als ik de oefening voor ga doen met Hattie, dan kun je gewoon meekloppen. En we werken eigenlijk met het principe van de borrowing benefits. Dat betekent dat ik natuurlijk wat andere woorden gebruik voor Hattie en dat het misschien niet helemaal jouw woorden zijn. Maar ik weet zeker dat als we goed ingetuned zijn op onze eigen situatie, dat de EFT zeker ook voor jou effect zal gaan hebben. Oké, Hattie. Goed. Klop op de zijkant van je hand. Ja. Ook al voel ik boosheid. Ook al voel ik boosheid. Ja, en een knoop in mijn maag. En een knoop in mijn maag. Ik durf het niet te posten. Ik durf het niet te posten. En eigenlijk maakt me dat zo boos. En eigenlijk maakt me dat ontzettend boos. Ontzettend boos zelfs, ja. En toch sta ik er voor open.
En toch sta ik er voor open. Om helemaal mezelf te mogen zijn. Om helemaal mezelf te mogen zijn. En ook al ben ik ontzettend boos. En ik voel een knoop in mijn maag. Want ik durf dat niet te posten. Het wordt vast weggehaald. En toch sta ik er voor open. Om helemaal mezelf te mogen zijn. En ook al ben ik ontzettend boos. En heb ik een knoop in mijn maag. Want ik durf die dingen niet te posten. Ik ben echt heel voorzichtig. En toch sta ik er voor open. Om me helemaal vrij te voelen. En helemaal mezelf te mogen zijn. Goed zo, boven op je hoofd. Ik ben zo ontzettend boos. Goed zo. Bij je wenkbrauw. Ik heb er een knoop in mijn maag van. De zijkant van je oog. Ik durf het echt niet te posten. Onder je oog. Laat staan mijn mening te geven. Onder je neus. Het wordt echt weggehaald. Je kin. Ik ben bang dat het weggehaald wordt. Sleutelbeen. Het voelt heel spannend. Om die dingen te posten. Onder je arm. Ik ben zo bang. Om dat zomaar te posten. Duim. Om mijn mening te geven. Wijsvinger. Ik ben ontzettend boos. Middelvinger. Ik zie wat er om me heen gebeurt. Ringvinger. En het maakt me ontzettend boos. Pink. Ik durf mijn mening niet te geven. En die dingen niet te posten. Oké, haal even diep adem. Dus als je teruggaat naar jouw eigen situatie, daar waar jij je onvrij voelt. En voor Hattie is dat het posten van bepaalde filmpjes en daarbij je mening te geven. Hoe is het nu voor je, Hattie? Ja, wat zakt. Voel je? Wat merk je? Ja, het zakt. Het gaat open in mijn hoofd. En net schoot ook al door mijn hoofd. En ja, waar ben je nou eigenlijk echt bang voor? Ja, dat was eigenlijk ook mijn vraag, ja. Ja, ik denk ook dat het, hè, wat ik ook al met, in ons gesprek had, over had, dit soort stukken breng je ook weer terug naar je kindertijd. Hè? En het gevoel van falen of er niet meer bij horen, niet gezien worden. Ik denk dat dat ook een onderliggend stuk is wat hier omhoog komt bij mij. Ja. Oké, er niet bij horen, want je gaat misschien een andere mening geven. Ja. Falen, in welke zin falen? Ja, dat mensen zeggen, het klopt niet wat jij zegt. Het klopt niet, oh ja. Het is helemaal niet waar. Ja, dat alles wordt niet weerlegd en nou, dat gevoel. Hè? En ik kan heel sterk, als ik ergens voor sta, dan sta ik er ook voor. Maar dat gevoel kan dan toch iets aantikken bij mij, waardoor ik dan opgejaagd word. Van dat, zeg maar, dat gevoel van mogelijk te falen. Oké. Ja. Klop er op de zijkant van je hand. Ook al heb ik het gevoel. Dat ik misschien ga falen. Dat het niet klopt wat ik zeg. Dat ik er niet meer bij hoor. Toch sta ik er voor open. Om me vrij te voelen. En helemaal mezelf te mogen zijn. Ook al ben ik bang om te falen. Wat als het niet klopt? Ik ben bang om er niet bij te horen. Toch sta ik er voor open. Om me helemaal vrij te voelen. En helemaal mezelf te mogen zijn. En ook al ben ik bang om te falen. Wat als ik er niet meer bij hoor? Wat als het niet klopt wat ik zeg?
Wat als het niet klopt wat ik zeg? Toch sta ik ervoor open. Toch sta ik ervoor open. Om me helemaal vrij te voelen. Om me helemaal vrij te voelen. En helemaal mezelf te mogen zijn. En helemaal mezelf te mogen zijn. Ja, goed zo. Bovenop je hoofd. Wat als het niet klopt wat ik zeg? Wat als het niet klopt wat ik zeg? Wenkbrauw. Wat als ik ga falen? Wat als ik ga falen? Zijkant van je oog. Wat als ik er niet meer bij hoor? Wat als ik er niet meer bij hoor? Onder je oog. Als ik zomaar iets zeg. Als ik zomaar iets zeg. Wat helemaal niet waar is. Wat helemaal niet waar is. Je kin. Dat gevoel van falen. Dat gevoel van falen. Sleutelbeen. Het voelt heel spannend. Het voelt heel spannend. Onder je arm. Wat als het niet klopt wat ik zeg? Wat als het niet klopt wat ik zeg? Bij je duim. Ik ben bang om te falen. Ik ben bang om te falen. Bij je wijsvinger. Wat als ik er niet meer bij hoor? Wat als ik er niet meer bij hoor? Middelvinger. Ik kan zomaar iets fout zeggen. Ik kan zomaar iets fout zeggen. Ringvinger. Dan hoor ik er niet meer bij. Dan hoor ik er niet meer bij. Pink. En dan faal ik. En dan faal ik. Zijkant van je hand. En dat is zo'n spannend gevoel. En dat is een ontzettend spannend gevoel. Ja, oké. Haal even diep adem. Ik denk trouwens dat het heel logisch is dat we dit soort gevoelens nu hebben. Omdat we een aantal weken hebben gehad waarin we het zogenaamd zo eens waren met elkaar. Waarin iedereen zo op hetzelfde spoor zat. Wat ook nodig was, dat we allemaal op hetzelfde spoor zaten. En dit is een heel menselijk gevoel. Dat als je opeens iets gaat zeggen wat misschien een afwijkende gedachte of een afwijkende mening is, dat je daar dan opeens heel bang voor wordt. Net als vroeger toen je klein was. Ja. Als je daaraan denkt, hè, vroeger toen je klein was, is er een moment geweest waarop je heel sterk het gevoel had gehad dat je je mond opendeed, maar dat dat totaal werd afgekeurd. Dat je je mening gaf over iets en... Ja, zeker wel. Ja. Is er dan een specifieke situatie die naar boven komt? Ja, dat is wel een situatie van de schooltijd. Ik weet niet goed meer welke klas, maar ik denk... Dat zal het zijn, groep 4, 5, zoiets. Ja, oké. Ja. Nou, dat is een hele kwetsbare leeftijd voor ons. En daarom maak ik me nu ook behoorlijk veel zorgen voor alle kinderen van dit moment. Die zulke uitzonderlijke dingen meemaken. En als je zo klein bent, dan beleef je de dingen op een hele andere manier. En kunnen ogenschijnlijk kleine incidenten een heel groot gevolg hebben. Ja. Ik nodig iedereen uit om te kijken... Dit gevoel waar je de afgelopen rondes mee bezig was, waar doet je dat aan denken? Wanneer heb je dat nog meer gehad als je zo ver mogelijk teruggaat in de tijd? En Hattie, die is groep 4 of 5, zei je, hè? Ja. Zoiets. Ja. En misschien kun je iets herinneren van de lagere schoolleeftijd, waarin je ditzelfde gevoel hebt gehad, waar jij je aandacht nu bij hebt. Dus Hattie, doe je ogen even dicht. En als je teruggaat naar die situatie. Wat gebeurde daar precies? Nou, ik gaf mijn mening over iets en dat was... Ik weet eigenlijk niet eens meer zo goed wat. Ik weet wel dat heel veel vriendinnetjes waar ik mee stond, dat die allemaal wat anders zeiden dan ik. En dat het gevolg was daarna van nou, dan kun je er niet meer bij in het, volgens mij in het ponyclubje of het pennyclubje, weet ik veel. Dan hoor jij er niet meer bij. Dan hoor jij er niet meer bij. Ja, ja. Kan je niet meer meedoen. Zoiets was het. Dus ik gaf dus, misschien ging het wel over iets wat ik wel of niet lustte. Maar in ieder geval, het was totaal iets anders als wat zij allemaal zeiden. Ja, exact. Nou, en vaak weten we helemaal niet meer waar het over gaat. En merk je ook dat dat helemaal niet belangrijk is. Maar het moment van die impact.
Ja. Dat er gezegd wordt, dan hoor jij er niet meer bij. Exact. Ja. Dus als je daaraan denkt, en misschien wil je je ogen nog even dicht doen. Dat moment dat duidelijk werd, dat jij er niet meer bij hoorde. Als je daar nu nog aan denkt, wat voel je daar nog bij? Ja, dat is wel verdriet. Ja, verdriet. Ja. Verdriet en ja, ook wel deze streek weer, die maag en de, zeg maar op mijn borst. Oké. Okay. Ja. Ja. En hoe intens is dat gevoel van verdriet? Nou, een 8 wel, ja. Oké. Doe je ogen maar weer open. Iedereen mag ogen weer open doen. Misschien heb je een hele andere emotie wat je ervaart. Van een herinnering van vroeger. Dat maakt niet uit. Het is fijn om wel die specifieke herinnering in gedachten te houden. Dan kan je daar straks weer naartoe teruggaan. Ja? Klop maar op de zijkant van je hand. Ook al voel ik verdriet. Ook al voel ik verdriet. Ik hoorde er opeens niet meer bij. En ik sta ervoor open. Om dit verdriet los te laten. Het is lang geleden. En het is allemaal voorbij. En ook al voel ik dit verdriet. Want ik hoorde er opeens niet meer bij. Ik had een andere mening. En ik hoorde er niet meer bij. En toch sta ik ervoor open. Om deze emoties eindelijk los te laten. Want het is allemaal voorbij. En ook al voel ik nog verdriet. Over die situatie. Want ik hoorde er opeens niet meer bij. En voor een kind is dat echt heel erg. Ja, absoluut. Ja, en ik sta ervoor open. Om deze emoties nu los te laten. Het is voorbij. En ik ben nu helemaal veilig. Goed zo, boven op je hoofd. Dat verdriet wat ik voel. Naar je wenkbrauw. Ik hoorde er opeens niet meer bij. Zijkant van je oog. Ik was nog maar klein. En al mijn vriendinnen zeiden dat. Jij hoort er niet meer bij. Kin. Dus ik heb een lesje geleerd. Dat als ik iets anders vind. Dan hoor ik er niet meer bij. Die arm. En dat is een naar gevoel. Duim. Ik hoor er niet meer bij. Wijsvinger. Want ik had een andere mening. Ja. Middelvinger. Ik was anders als de rest. Ringvinger. Dus ik hoorde er niet meer bij. Pink. Dat maakte me zo verdrietig. Echt heel verdrietig. Heel goed. Haal een diep adem. En iedereen mag even de tijd nemen om je ogen dicht te doen. Terug te gaan naar je eigen situatie. En ook al is de emotie anders, is het geen verdriet. Kijk wat je voelt als je je nu weer voorstelt dat je in die situatie bent. Dus Hetty, als je daar weer bent. Mm-hmm. En je bent een klein meisje. En blijkbaar heb je iets gezegd. En daar zijn al die vriendinnetjes van je. En die zeggen, nou, jij hoort er niet meer bij. Hoe is dat nu? Ja, wel beter. Mm-hmm. Ja. Het ging net ook door mijn hoofd, die post die ik zeg maar had gemaakt. Dat daar niet meer zo'n zwarte wolk omheen hangt. Dat de lading daar vanaf ging. Dus dat ging even als een flits zo door mijn hoofd heen. Mooi, ja. Dus als je er nu naar kijkt, hè, wat voel je nog? Wat is er nog wat onprettig voelt? Dat was net een 8, maar ik ben echt wel naar een 2 gezakt. Oké. Okay. En wat nog onprettig. Het is niet echt onprettig, maar meer een scherp randje of een beetje lef heb ik nodig om toch te doen. Ja, ik snap het.
eigenlijk, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat komt in me op. Hetty, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, precies. Ja. Dus wat denk je als je teruggaat in de tijd naar dat kleine meisje? Ja. Wat is het ergste wat kan gebeuren voor dat kleine meisje? Ja, dat ze er nooit meer bij hoort. Dat gewoon voor altijd over is. Ja. Dat je alleen bent. Dat gevoel. Ja. En nu kan ik daarop terugkijken en denken, ja, weet je, dat is natuurlijk nooit het geval. Maar dat was echt wel wat ik voelde. Van, oh, ja, jee. En het is zo'n bazaal gevoel, hè, om buitengesloten te zijn. Ja. Ja. En daarom kan ik daar heel slecht tegen in het dagelijks leven. Ik vind dat heel, heel lastig, als ik dat ook zie bij anderen. Ja. Ja. Oké, klop maar op de zijkant voor je hand. Ook al was ik zo bang. Dat het nooit meer over zou gaan. Dat ik er nooit meer bij zou horen. Dat het voor altijd zou duren. Want kleine meisjes... Hebben geen besef van tijd. Ik dacht dat het altijd zou duren. Dus ik wil mijn kleine meisje zeggen... Het is voorbij. Je hoort er helemaal bij. Waar je ook maar bij wil horen. En ook al was ik nog maar een klein meisje. En ik dacht dat ik er nooit meer bij zou horen. Dat ik altijd uit de groep zou liggen. Dus ik wil dat kleine meisje zeggen. Het is voorbij. Je bent helemaal oké. En je hoort er helemaal bij. En ook al was ik bang. Als klein meisje. Dat het voor altijd zou duren. Want ik had geen besef van tijd. Dus ik wil dat kleine meisje zeggen. Het is voorbij. Je mag erbij horen. Bij wie dan ook. Jij mag kiezen. Ja, ik mag kiezen. Ja. Oké, boven op je hoofd. Ik dacht dat het altijd zou duren. Wenkbrauw. Dat gevoel van er niet bij horen. Zijkant van je oog. Het was zo eng om me uit te spreken. Onder je oog. Ik dacht dat het altijd zou duren. Dat ik er voor altijd niet meer bij zou horen. Want zo denkt een klein kind. Ja, sleutelbeen. Dus logisch dat ik het spannend vind. Om dat blog te posten. Om mijn mening te geven. Duim. Stel je voor dat ik er weer niet bij hoor. Wijsvinger. Dat ik er voor altijd uit lig. Middelvinger. Dat ik het nooit meer kan goedmaken. Ringvinger. Dat ze altijd boos zijn op mij. Pink. Al die gevoelens. Zijn gevoelens van een klein meisje. Ja. Zo, we doen nog één rondje. Maar ik ben geen klein meisje meer. Wenkbrauw. Ik mag denken wat ik denk. Ik mag zeggen wat ik denk. Onder je oog. Ik mag mijn eigen mening hebben. En niemand hoeft het met mij eens te zijn. Want het is maar mijn mening. En ik mag mijn mening geven. Ook al kan er iemand boos van worden. Ik mag mijn mening geven. Wijsvinger. Ik ben vrij om te zeggen wat ik wil. Middelvinger. Ik mag mijn ideeën uiten. Ringvinger. Dat zijn maar gedachten. Het zijn maar gedachten.
Het is alleen maar mijn mening. Het is alleen maar mijn mening. Zijkant van je hand. Oké. Haal even diep adem. En ik wil jullie allemaal vragen om eerst terug te gaan naar je situatie uit de kindertijd. Dus daar waar je als klein kind een bepaalde ervaring hebt gehad die eigenlijk de basis heeft gelegd voor wat je op dit moment ervaart. Hoe is het daar, als je daar nu naar kijkt, Hetty? Ja, goed. Ik krijg ineens ook een volgend beeld van... Dus blijkbaar een meisje, ik weet niet in welk tijdsbestek, maar mij er toch ook weer bij heeft gehaald. Dat is iets wat ik nu, ik zie, ik weet haar naam ook. En dat was wel eentje, een beetje een van de leiders die zei van, ja, dat vind ik toch zielig. Ik wist helemaal al heel lang niet meer dat dat was gebeurd, maar ineens popt het omhoog en dat klopt ook. Ja. Mooi. Ja. Oké, zit daar, als je aan die herinnering denkt, hè? Kijk eens of er nog iets van een negatief gevoel of een spanning op zit. Voel je nog een spanning in je lichaam als je daaraan terugdenkt? Nee, mijn borstgebied is sowieso vrij. Ik merk dat ik dieper kan komen weer met ademen. Mm-hmm. Het gevoel, onrustig gevoel in mijn maag. Nee. Mijn maag is gewoon aan het eten verteren, maar meer. Er zit geen spanning op. Oké. Oké, dan ben ik even benieuwd. Kun je in gedachten teruggaan naar die post die je op verschillende dingen die je online wilde zetten? Dat je dacht van nou, doe ik maar niet. Ja. Kun je daar nog even aan denken en kijken wat je dan ervaart als je daaraan denkt? Ja, weet je wat ik echt zo binnen zie vliegen? En wat nou als ik het gewoon doe? Gewoon dat. Ja. En zonder daar dat gevoel bij te krijgen. Dus wat nou als ik het gewoon doe? En wat ik daar dan bij voel is nu gewoon open. Het is open. Het hangt niet meer grijze donkere wolk omheen. Oké. Wat nou als ik het gewoon doe? Oké, dus volgende stap, Hetty. Is er een specifieke post waarvan je denkt van nou, dat zou ik eigenlijk willen delen, maar dat heb ik tot nu toe niet gedaan? Ja, niet heel specifiek nu. Maar het zijn er eigenlijk wel meerdere, die filmpjes of dingen die ik... Ja, en wat is jouw mening of idee dan? Nou, in ieder geval, dat is wat ik al niet eens durfde uit te spreken, is dat wij een stukje bij een beetje van onze vrijheid worden beroofd. Mm-hmm. En dat zou ik heel graag willen, mensen bewust van willen maken. Mensen wakker worden. Dus ook wat ik steeds zeg, wel tegen mensen in gesprek. Maar mensen worden nou wakker. Mm-hmm. We lijken wel een stel schapen die allemaal niet meer fatsoenlijk denken, maar die alleen maar volgen. Mm-hmm. En niet verder kijken dan wat het nog meer teweeg brengt. Want dat zou ik zo graag willen, dat de wereld in willen helpen. Dat we niet alleen kijken naar corona, maar dat het verder, veel verder gaat dan alleen corona. Het gaat wat mij betreft veel verder op lichamelijk, emotioneel, spiritueel, mentaal. Het gaat veel verder dan alleen dat enge virus, wat we nog niet kunnen zien. Maar wat heel veel doet en nog meer dan we nu denken, dan we voor mogelijk houden. Oké, dus ik heb goed nieuws voor je, Hetty. Want het is allemaal net gepost. Oh, echt waar? Heb ik even snel gedaan. Oké. Dus wat is het ergste wat nu kan gebeuren, nu het allemaal gepost is? Ja, iedereen heeft het gehoord. Ja, het ergste wat kan gebeuren is dat mensen een andere mening hebben. Dan ik. Ja. Dus wat roept het in je op? Nu het allemaal gepost is. En nou, iemand heeft een andere mening. Nou, laat maar komen. Dat is eigenlijk het eerste wat in me opkomt nu. Nou, laat maar komen. Oké. Is er niet ergens nog een soort van... toch maar even liever niet? Nee. Dat zei ik net al. Die spanning hier is weg. En in mijn maag ook. Nee. Er is meer vrijheid gekomen. Oké. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar
naar wat je nu allemaal op Facebook kan zeggen. En ik vond het een ontzettende mooie oefening. Heel herkenbaar. Zeker ook, en ik weet niet hoe dat voor de anderen geweest is, maar bij mij kwam natuurlijk wat dingen voorbij van mijn zussen. En dat zijn natuurlijk mensen die heel mij nastaan. En als je daar dan het gevoel hebt van, oh jee, ik mag mijn mening niet verkondigen, want dan wordt er dat gevoel van en eigenlijk waar we dan bang voor zijn, dat is eigenlijk ook iets wat altijd met dat basisding te maken heeft, van dat we buiten de groep vallen. Ja. En dat vond ik zo mooi, dat jij terug kon gaan in die tijd, naar zo'n moment waarop je dat toen al ervaren hebt. Want dat is, denk ik, voor ons allemaal ongelooflijk belangrijk, dat we ons veilig kunnen blijven voelen, ook al hebben we een andere mening. Exact. En voor mij is de democratie daar ongelooflijk belangrijk in. Maar de democratie is niet alleen in het land, maar is ook in je eigen omgeving. Hè, ja. Daar moet je ook je democratische waarden kunnen verdedigen en je vrij kunnen voelen om gewoon te zeggen wat je denkt en voelt. En dat is altijd een les voor ons allemaal. Ja, absoluut. Absoluut.